Ego amurazi neza yuko Amorosi asanzwe azi igihola ururimi gwa Hollande. Amorosi rero agomba adusigurire kandi uno mukinyi atubwire kuko hari ibibazo tuza kumubaza kuvyerekeye uno mukinyi. Uno mukinyi yitwa Tresor Anuar asanzwe nawe nyene aba mu gihugu cha Hollande. Umuvyeyi wiwe n'umurundi, umuvyeyi wiwe n'umurundi ariko nyina wiwe akaba ari umunyarwandakazi. Amorosi tunataka pia ututafsirie kumaswali ambayo tutakuwa tunamuuliza Tresor. Tresor ni nani? Tresor alizaliwa wapi? Tresor alianza soka lini? Hij vroeg waar kom je vandaan en hoe oud ben je? En stel jezelf een beetje voor. Ik ben Tresor, ik ben 21 jaar oud. Mijn vader komt uit Burundi, mijn moeder is Hollandees, daar ben ik ook geboren. Ik ging naar Nederland toen we 7 waren. Okay. Ni mara kwanza umepewa bahati nawe pia umeitishwa kwenye kikosi cha wachezaji ambao watachaguliwa kwenda kucheza michuano ya Sekafa. Wewe kama mchezaji, babako ni Mrundi. Hii uliipokelea vipi? Is the eerste keer dat je voor Burundi gaat spelen en hoe heb je die bericht ontvangen dat je voor Burundi mag spelen? Ik ben net als die andere jongen via jou gekomen en zo ook via Matimba. En ja, dat was hem. Hij heeft aan mij gepakt visuri, na ja me kuja kwa hiyo hiyo njia ya Mutima na mimi ndo nimemtafuta. Hij heeft hivyo ndo kisa aan mij kuja. Na amesikia visuri kuja kunani kucheza ekipi ya taifa. Na Tresor alianza kucheza mpira lini, akiwa na miaka mingapi, kwenye timu gani? Wanneer ben je begonnen met voetballen en hoe oud was je? In Rwanda voetbalde ik nog niet. Ik ben denk ik rond mijn 9e begonnen. En was dat de vraag? En waar voetbal je nu? Waar ik nu voetbal? Waar voetbalde je toen? Toen bij het begin, ik begon bij Vivo. In een kleine stadje. En nu speel ik bij Pelikan. Ah, ja. Het is Rwanda, en ik ga aan Pira. En ik ga Rwanda kon aan Misaba. Afa ameanzaga kule kucheza Hollande, ndo ameanzaga kucheza. Alianzia kwenye timu gani? Kwenye timu ya Favo, amechezaga Favo. Na mpaka sasa anachezea timu gani, daraja la ngapi? Welke team show je nu en welke divisie? Is tweede klasse, Pelikan heet het. Yeah. Okay. Anachezea Pelikan na ni deuxième division. Na ni kitu gani ambacho kilimshawishi mpaka aje kuichezea taifa la baba yake wakati mama yake pia ni Mnyarwanda? What if you waarom ben je heb je wil je voor Burundi spelen en terwijl jouw moeder Rwandese is? Ja, je hebt de moeder en de vader en het is ook mooi om voor je vaderland te kunnen voetballen en te mogen voetballen. Eti kuna mama na baba ni vizuri kuchezea kuna ni hata umoja hata achezea hata achezea mama yake hawa achezea baba yake hakuna tatizo amefurahi tu. Tumeona sana anachisha mguu wa kushoto akiwa pia mchezaji mzuri winga mzuri. Tuseme kwamba ni mchezaji yupi ambayo anaipenda duniani kuliko wachezaji wengine? Je bent een goede speler met een goede linkerbeen. En welke speler kijk je naar op? Welke speler vind je ook goed? Ik keek veel naar Neymar. Naar Neymar keek ik. Kijk veel naar Messi. Mm. En ja, dat zijn de twee spelers voor mij. Het is aan Angelega, aan Messi, aan Neymar, naar Indo, Indoenjo, aan Penda, aan Juer. Arishawai kufatilia soka la Burundi, either matches a team ya taifa ya Burundi. Kijk je wel eens naar voetbal van Burundi? Ja, ja. Ja? Ik heb ook Afrika Cup gevolgd. Het is aan Angelega, aan Angelia Afrika Cup. Ni wachezaji gani ambao wa team ya taifa ya Burundi ambao huwa wanamvutia? Welke spelers ken je? Ik ken geen spelers bij naam. Ik, ja. Awajui, wachezaji kwa jina. Nani, Amisi. Anamjua tu Amisi.
Mohamed Hamis. Na akibatikiwa kwenda na yeye pia akibatikiwa kwenda kwenye kikosi ambacho kitajielekeza Sekafa. Ni kitu gani ambacho ataifanyia taifa lake? Aidha ni kitu gani ambacho ataifanyia timu ya taifa ya Burundi? Ashe na Ethiopia mahan. Wat is jouw inbreng daarin? Wat ga je doen voor het nationale team van Burundi? Ik hoop aan de bal aanvallend voetbal te brengen, veel kansen te creëren en zoveel goals te creëren daaruit. Anaomba, het is een pira mzuri, afunga magoli mengi, na toe ma passi, afunga magoli, na asaidi ekip. Ndobi anaomba atafanya. Kuichezea taifa la Burundi, ambayo ni taifa la baba yako, ni faida? Is het een eer om voor je land te spelen van je vader? Ik denk dat dat voor elke jongen een eer is om die kans te kunnen krijgen. Het is ook voor mij. Hey, Eti, Nani. Eti, ni anafurai kuchezea Nani, taifa ya Nani, baba yake. Na kila mtoto ndo Nani, ndo mwenye anataka. Kila mtoto mwenye anataka, anapenda mpira, ndo mwenye anataka kufanya ndo Nani. Ndio mimi anakuaga na waza siku zote acheze. Na yeye ndo anaweza. Ndio. Aliwahi kuwa na ndoto ya kuichezea taifa la babake? Heb je ooit gedroomd dat je hiervoor zou spelen, kunnen spelen? Nee, het kwam allemaal best wel opeens. Het lijkt altijd veel verder weg, toch? Hey, eti ya ankwaga abi wazi. Vimekuja tu hivyo hivyo. Na Burundi ameionaje? Ameiona vipi? Ni wapi Burundi? Usiye Burundi. Wiza. Atlant? Ja. Ik mooi gewoon, mooi alles is ja, het is gewoon leuk om je cultuur te zien. Alles om je heen. Het natuur. Ik hou van natuur, dus het is allemaal mooi. Eti ame furai, ameiona Burundi iko fresh. Anapenda nani? Anapenda ma cultuur ya Burundi. Na nani anaona ameona iko fresh hivyo hivyo ndio. Na kitu gani ambacho kimemvutia Burundi? What is blijven zitten? What is blijven hangen? Hier van Burundi ja. Even kijken, het natuur zoals ik zei. En dat de mensen je zo warm opvangen. Eti nani watu wako na roho nzuri sana. Na anapenda nani ma natuur. Ndio anapenda. Ndoto ipi ambayo anayo katika maisha yake ya soka? What is your football dream? Yeah, my football dream is zoveel mogelijk mijn potentie bereiken, zo hoog mogelijk voetballen als het kan. Eti anataka kucheza na nini club kubwa yenye. Deze dus nog een keer. Bro. Zo hoog mogelijk spelen als ik kan. Het is gewoon een club, bro. Waar wil je spelen? Ik hou van om naar Chelsea te kijken. Ik hou van om naar Barcelona te kijken. Dus dat zijn de clubs. Eti, akipata uwezo ana achezeage Barcelona au Chelsea. Ndo nani yake. Dream yake. Ni kitu gani aidha ni neno gani ambayo anaweza kawaambia athasa familia yake ikiwa inamfuatilia kwa sasa na Warundi wote? What would you say for the fans die kijken en voor je familie? Heb je een boodschap voor hen? Ja, ook de fans en de familie wil ik allebei trots maken gewoon dat we wat goeds neerzetten met z'n allen. Ja, dat was hem. Het is dat ik amefurai pata huu uwezo yani anaweza kufurahisha wa familia yake na wafana ili kucheza mpira vizuri na kusaidia taifa. Mwambie tunashukuru. Asante. Asante.